kunst gaat niet alleen om een esthetische ervaring. Kunst kan ook gaan over het bijbrengen van een bewustzijn. In de design column zie je projecten die zich daar vooral mee bezighouden. In plaats van een kunsthistorisch of een historisch onderwerp nemen we de actualiteit. We kijken naar de nieuwsitems die we zien in de kranten en op basis van wat er speelt op dit moment maken we een tentoonstelling. En daarbij zoeken we kunstenaars en ontwerpers die zich verhouden tot dat onderwerp en die op een andere manier kijken naar die actualiteit. In de tentoonstelling zie je 4 projecten. Die gaan allemaal over de zorg. En het vreemde aan het zorgstelsel, of aan de verandering in het zorgstelsel, is dat het heel veel gaat over de organisatie van hoe we met zorg omgaan. Terwijl de vraag over wat zorg is, of wat zorg zou moeten zijn of kunnen zijn, eigenlijk niet zo in dat nieuwe stelsel wordt meegenomen. De medicijnfabriek is dus een soort experiment om te kijken van wat is gezond en hoe kan je wat kan je daar zelf aan doen. Ik ben hier omdat ik als student vind ik het lastig om gezond te blijven. Want het is continu, is het snel, snel, snel. Ik heb vlagen van hele erg gezondheid. I came here today because I'm interested in the effect that plants and food can have on your health. We think there's a big part in our body that can heal itself and it doesn't need so much. So we invite people to approach plants and nature, flowers, trees, from their intuition. And find another way to relate to nature. Hier zijn de schorten. Ik dacht, ik zoek een mooie uit. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Moet je nou eerst eens kijken naar het gras hier? Nou dacht je, het is misschien alleen maar gras. Maar het staat helemaal vol met plantjes. Ze hebben in het voorjaar enorme kracht om je te helpen. En er zijn op verschillende plekken hier in het gras allemaal verschillende plantjes. En volg de instructies op de kaart. En probeer niet te praten en probeer in deze stilte te blijven. Totdat je hem hebt en dan kan je naar Pavel naar binnen. Niet zo lang geleden is in Nederland een wetsvoorstel ingediend en aangenomen. En die heeft ervoor gezorgd dat medicijnen die niet volledig wetenschappelijk bewezen en getoetst zijn, dat die niet meer zomaar verkocht mogen worden. In ieder geval mag niet op de verpakking vermeld staan wat ze doen. Dit zorgt ervoor dat een hele beroepspraktijk, zoals de plantengeneeskunde of de homeopathie, eigenlijk buitenspel is gezet. En dat alleen nog maar de reguliere farmaceutische medicijnen gebruikt kunnen worden. En Circus Engelbrecht laat ons eigenlijk zien hoe vreemd deze ontwikkeling is. Zeker als je erover nadenkt dat de plantengeneeskunde eigenlijk de basis is geweest voor die hele farmaceutische industrie. Dus het kan eigenlijk toch niet zo zijn dat die twee dingen van elkaar worden losgekoppeld en elkaar niet kunnen versterken. Die kan deze niet eten, maar ik kan wel heel mooie andere dingen van maken. While I was walking, I looked for a specific plant, but then I realized from what I was walking on, there were also plants. When I smelled it, it smelled really nice, and I didn't expect that. So then I chose to feel it, and it felt really soft. Finally, they find one certain
piece of a plant. Then you go into the laboratory, the medicine factory, and there you, with your own hands, a creative process, you start building a medicine. And you go out of the medicine factory as if you went to a pharmacist and a doctor. But then you have done every step yourself. De bedoeling is, hier wordt een pil van gemaakt, naar ik begrepen heb. Het is net gewassen en nu moet het in het oventje. Nou moet ik die wel weten of die aanstaat, ja of nee. Ik zie wel iets branden, dus het zal wel goed zijn. I'm making an elixir, which you carry with you, and it gives you strength. Zie je, nu is het toch wat droog, lijkt me. Ja, er zit natuurlijk nog wat vocht in, maar het is toch grotendeels droog. Dus ik vind het ook wel goed nu. Zo. De pillen bereiden. Het leuke aan dit project van de medicijnfabriek is dat je niet alleen als deelnemer bewust wordt van de complexiteit van die problematiek, maar dat je ziet dat er ook bezoekers op zaal aan het kijken zijn, zeker als er mensen bezig zijn om dingen te maken. En dat zij onderling ook in gesprek raken. Dus dat het project, deze kunstinstallatie, eigenlijk ook werkt als een conversation piece op zaal. Hier zitten nu capsules in. En nou, dat gaat het allemaal indrukken. Dit is erin, dan doen we het spul erin en dan die andere met de hand. Ja, misschien een puntje nog, maar voor de rest zit het goed, hoor. Ja. Ze zien er mooi uit, toch? Ja, hè? Bellis perennis. Reinigend, stimulerend en ontstekingsremmend. Ontkrampend. Ook ontstekingsremmend. Eetlustopwekkend. Staat dat er echt? Ja, het is voor alles gewoon. Hartstikke goed. Mooi. Slik ze gewoon elke dag één vanaf nu. Straks bij de lunch één. Dan is dit het resultaat. Voor thuis, hè? Want dit kun je niet uitleggen. Ja, precies. Aan mensen. It's my tea. I called it unappreciated. So you can also drink this when you feel unappreciated. We'll see if it works. If I'm from now on, I'm energetic and run my way through. But... You don't have to go into the woods or you don't have to go far away. In every city, on every street, there is some parts of nature. It's coming through everywhere. Als je goed kijkt in de wereld om je heen, zijn ze overal. Het is niet alleen dat je de plantjes tussen de stoeptegels kan vinden, wat je met die medicijnfabriek doet. Maar zelfs als je gewoon in het museum gaat kijken op schilderijen, oude middeleeuwse werken, dan zie je bepaalde planten terugkomen. En wat Martijn Engelbrecht zegt in het circus is dat die planten daar niet zonder reden vaak zijn. Design kan je zien als een verandermoment. Een designproject kan je bewust maken van hoe de wereld ook op een andere manier zou kunnen functioneren. Thank you.